Goedendag mensen, mijn naam is Murtel Groenart. Ik ben 30 jaar. Ik ben professional kickboxer. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik kom uit van Mike Gym. En ik heb hier een paar vragen die ik voor jullie ga beantwoorden. Als je geen vechtsporter was geweest, wat had je dan graag gedaan? Ik was voetballer. Dus ik denk dat ik misschien wel door was gegaan met voetbal. Nou, tenminste, ik was ermee gestopt. En ja, ik deed altijd al loodgieteren. Ik denk dat ik misschien mijn voetbal had opgepakt, misschien niet. Ik weet het niet. De tijd zal het hebben gezegd. Ik ben uiteindelijk kickbokser geworden. Hoe ziet een doorsnedag van jou eruit? 'S Ochtends is 2 uur trainen, soms 3 uurtjes. Kracht en conditie en kickbox. En in de middag heb ik soms tijd voor mezelf. En vaak heb ik gewoon personal training tussendoor. Dan ben ik bezig met mijn eigen bedrijf, mijn eigen brand opzetten. En ja, promoties ervoor maken. En in de avond om 6 uur, dan ben ik weer bezig met het boksen en kickboksen tot 8:30. 6 tot 8:30. Zo ziet mijn dag elke dag uit. Hoe bereid je je voor op een gevecht? Hoe bereid ik me voor op een gevecht? Ja, ik ga als ware gewoon bij mij in de trainen, in de sportschool, bij mijn gym. Ga ik als ware voor mezelf in het trainingskamp. Dan ja, heb ik mensen die mij een beetje erbij helpen. Dus ik heb mijn vriendin die het eten en alles voor me klaarmaakt. Ik heb in de sportschool heb ik mensen die me goed helpen op weg naar de gevecht toe. Ja, hoe bereid ik me nog meer erop voor? Gewoon 6 keer in de week hard trainen en vol ervoor gaan. Om op dit niveau te kunnen presteren en zijn er dingen die je mist. En dat hoort ook bij de voorbereiding natuurlijk. Ik moet er heel veel voor laten, want ik kan ook natuurlijk niet naar feestjes gaan. Dat soort dingen moet ik ervoor laten. Naar feestjes gaan, familiefeestjes. Ja, mijn vrienden, daar kan ik soms ook niet eventjes mee weg of wat stappen. Weet je, dat moet ik er echt allemaal voor laten. En dat, ja, dat vraagt soms wel veel van je, omdat je wil toch iedereen een beetje een soort zelfdoening geven, weet je. Voor iedereen wil je er zijn en wil je dit en dat doen met ze. Maar dat kan soms niet, want ik moet er veel voor laten, want ik moet hard trainen. En het is elke dag door en aan het einde van de training ben je kapot, dan kan je niks anders meer doen. Dus er zijn wel wat dingen die ik echt ervoor moet laten. Op dit niveau waar ik nu op zit. En dat zijn inderdaad ook de dingen die ik mis met familie en alles en zo. En vrienden. Nou ja, als je iemand wil zijn, dan moet je sommige dingen moet je links laten liggen. Dan moet je gewoon verder vooruit kijken. En een belletje kan geen kwaad om ze eventjes op te bellen en van hé, hoe gaat het met je? Hoe ben je in aanraking gekomen met de vechtsport? Ik kwam een trainer tegen. Mike dus, die kwam ik tegen in Molenwijk. En we zaten voetballen in het winkelcentrum. En zaten met de bal te spelen. En de bal kwam tegen zijn karretje aan. En hij zei, waarom gaan jullie niet echt anders voetballen? Want er zijn mensen die dus hun boodschappen willen doen. En op een gegeven moment antwoordden wij en ik. Van nou ja, gooi je mond dicht. Ga jij lekker rechts anders spelen. Wij voetballen waar we al willen. En dat vond hij niet zo leuk. En toen nodigde hij ons uit bij hem in de sportschool. En toen zei ik, is goed. Zie je dan, komen die kant op. Toen heb ik mijn vrienden heb ik, allemaal gebeld en opgepiept. En zei, luister, we gaan eventjes naar daar toe. En toen kwamen 15 man kwamen we bij hem in een sportschool. En daar hebben wij, we hadden een huishouden. Maar we hebben allemaal een pak slagen gekregen van een man. Want we gingen één opeens sparren. En ik kan gewoon herinneren dat ik stoten naar die man toe kwam. En dat ik op een gegeven moment met mijn rug naar hem toe stond. En ik kijk naar achter en ik zo mijn rechtshand op me afkomen. En ik heb letterlijk de hele zaal doorgerend en ik werd toen gewoon verliefd op het sport. Wie zie je als een voorbeeld en waarom? Mijn voorbeeld is nog steeds, Badr is mijn voorbeeld en waarom. Hij laat zoveel, wat ik vind, mooie technieken zien in de ring. Hij heeft, tenminste voor mijn carrière, heb ik echt veel naar zijn partijen gekeken. Dus tijdens dat hij bij K1 vocht. En meerdere partijen. En hij heeft gewoon heel veel moois laten zien die ik gewoon ook met mijn gevechten kon waarspelen. En dat heeft mij heel erg geholpen in mijn carrière. Hoeveel titels heb je inmiddels en op welke ben je het meest trots? Hoeveel titels heb ik? Ik denk dat ik een stuk of 7 of 8 heb. Met toernooitjes erbij natuurlijk allemaal. Ik ben het meest trots op mijn K1 titel. Want dat is natuurlijk, daar hebben alle legendarische vechters gestaan. Andy Sauer. Masato, Artur Kishenko, Mike Zambides,
Al die jongens op 70 kilo die hebben daar gestaan. Plus een zwaargewicht, Remy Bojaski, Sam Schild, Badrari. Wie nog meer, als ik wat vergeten heb op te noemen. Al die toppers hebben bij K1 gevochten. En er zijn er maar een paar die zich K1 kampioen kunnen noemen. En waaronder ik. 70 kilo, ik heb hem gehaald. Daar ben ik echt het meest trots op. En eigenlijk, ik ben trots op ze allemaal, maar dat is echt het meest waardevolste tot nu toe. En er is nog eentje onderweg. Welke partij is het meest bijgebleven en waarom? Alle partijen vind ik top die ik heb gedraaid. Ik heb niet specifiek eentje die mij bij is gebleven. Nee. Verschilt je gameplan per wedstrijd? Ja, ik denk het wel, want ik heb elke keer een andere vechter op wie je inspeelt. Je kan niet bij elke vechter tegen wie je vecht hetzelfde vechten. Op sommige moet je anders vechten omdat ze anders staan, anders bewegen. Dus het is belangrijk dat je gameplan wel een beetje verschilt dan anderen. Je ziet dat meerdere vechters een overstap maken naar het boksen of naar MMA. Heb je hier ook nog ambities liggen? Nou, ik moet zeggen, ik heb ooit een MMA-partij gedraaid. In het begin van mijn carrière. En dat was in een zonhuis toen. Dat was echt top. Alle grote vechters, moet ik zeggen, die hebben daar gestaan. Heb je er niet gestaan, dan hoor je er echt niet bij. Maar ja, ik heb één MMA-partij gedraaid en ik ben nog onverslagen in het MMA. Dus ja, weet je, en ik vind het wel leuk. Ik heb ook getraind erop. Ik heb ook MMA-trainingen gedaan. En ik moet zeggen dat ik het echt leuk vind in MMA. Wat kunnen we nog allemaal verwachten van jou de komende jaren? Een spektakel. Sowieso dat ik dit jaar de Glory-kampioen word. Dat zeggen jullie nu al, die komt mijn kant op. En daarna kunnen jullie gewoon echt spektakel van me verwachten hoe ik hem ga verdedigen, mijn gordel. En ja, wordt Groenlaat Session, season wordt dit. Zwaar. Wat is het ultieme wat je wil bereiken? Ik heb al heel veel bereikt in mijn leven, moet ik zeggen, in mijn carrière. Ik denk dat het ultieme is dat ik jarenlang mijn Glory-titel wil verdedigen. Dat echt het ultieme is wat ik wil bereiken in het kickboksen. En misschien als zich ooit nog een leuke kans voorspeelt in MMA. Dat horen jullie zo. Heb je 3 kijkersvragen uitgezocht? Oké, 3 kijkersvragen. Constantijn van Woekerom. Hey Constantijn, die vraagt: welk vechter buiten de kickboxwereld zou jij willen uitdagen en waarom? Ik zou Conor McGregor willen uitdagen. Oh, in de kickboxwereld. Nou, dat is dus geen Conor McGregor, want die is geen kickboxer. Wie? En niemand. Ik moet zeggen, ik heb ze eigenlijk allemaal gehad. Ik zou echt niet weten wie. Nee. Nee. Ik zou niet weten wie. Toon van der Velde vraagt: als je wint van Doen B, daag je dan die Nicky Holske uit? Nee. Ik als kampioen mag je niemand uitdagen. Nee, als kampioen ga ik zeker niet Nicky uitdagen. Als kampioen willen ze mij allemaal uitdagen, want iedereen wil tegen de kampioen vechten. Weet je, wie op mijn pad komt, die pak ik. En weet je, nu staat de titel bij Doen B, dus ik ben nu gefocust op Doen B. Jelle, die heeft een vraag. Vorig jaar heeft Doen B je volgens mij uit je spel gehaald. Wat gaat daarin nu het verschil zijn en waarom? Nou, hij heeft uit mijn spel gehaald. In de eerste ronde liep ik op wat, een geïrriteerde buikspier. En dat irriteerde mij heel erg, dat ik het gevecht niet naar mijn kant kon schuiven. En dat was echt letterlijk de eerste ronde, de eerste minuut wat er gebeurde. Mijn buikspier zag me de hele tijd aan mijn broekje graaien. Er was wat aan de hand met mijn buikspier, ik weet niet wat, maar alles deed pijn met elke stoot, elke trap die ik gaf. Maar dat is geen excuus. Nu gaat het anders zijn, omdat ik nu echt gewoon... En ik had Doen B ook vorige keer een beetje onderschat. Want ik dacht, wie is dat nou, weet je, die clown dit en dat. Ik wist niet wie dat was. Dus nu heb ik hem. Nu ga ik dat zeker, die fout ga ik zeker niet maken. Dus ja, nu gaat het echt anders zijn. Ik ben nu helemaal totaal gefocust op die gordel, op die belt. Ik wil hem helpen en ik zal de mensen ook laten zien waarom ik de kampioen ben. Vergeet allemaal niet naar www.muttergroenland.com te gaan. Daar staat mijn merchandise, daar kun je jullie shirtjes halen, daar kun je jullie petjes halen, je kan er ook pakken halen. Vergeet dat zeker niet te doen. En blijf me volgen, mijn komend gevecht. Het is 25 augustus in Chicago, Glory 44. En daar zal ik vechten tegen Doen B.
En daar zullen jullie Snoop die titel gaan veroveren en naar huis meenemen. En bedankt voor jullie vragen, jongens. Was top. Ik zie jullie snel. Oes. The legacy is back.